Wie kent deze jongen nog? En dan Holla vanuit de tweede lijn. Oh, wat een mooi schot. Inderdaad, het is Aurelio Gomez. Deze bekende doelman die ooit schitterde bij PSV is dit weekend met een speciale reden even terug in Eindhoven. We are here to wear the gloves again tomorrow. Yeah, I'm looking forward. De voormalige doelman gaat voor een sponsoractie strafschoppen van fans proberen te stoppen. Dat doet hij in de rust van PSV Vitesse. En hoewel het geen profs zijn die op doel gaan schieten, neemt hij ze wel serieus. To be honest, I need to be careful, of course. Not to get injured, because a long time without no minutes is difficult. But I'm looking forward to be on the pitch. Even if in the halftime, I think it's going to be special. De Braziliaan bewaart wonderschone herinneringen aan onze stad. Tussen 2004 en 2008 mocht hij 4 keer los om het kampioenschap te vieren. I remember to go to the square over there, and that used to be very, very full. I don't remember much about what I did, but Lord, tell us. The people here, they embrace the celebrations as well, which is very, very nice. Gomez is nu geen keeper meer, maar spelersmakelaar. Dat vindt hij zelf geen belemmering om opnieuw mee te gaan feesten als PSV dit jaar kampioen wordt. But to be honest, I wanted to be part of this party. You will come back. Why not? Maybe yes.